Hallo beste kijkers, goed dat jullie weer kijken, want we zijn nu in het Amrad Hotel, we gaan even een hapje eten. Maar voordat we gaan eten, het outfitje van vandaag. Wat ik aan heb is een suitsupply pak, double breasted, flannel, want het is natuurlijk wat kouder aan het worden buiten, dus dat kan weer. Het is wol, maar opgeruwd, dus door die haartjes die overeind komen te staan door het opruwen. Ja, dan krijg je dat zachte effect. En omdat die haakjes omhoog staan, is het ook warmer, het materiaal. Dus het houdt meer warmte vast door die haartjes. Nou, het is ook leuk dat het pak gewoon weer open knoopsgaten heeft. Leuk detail. Soft shoulder, ook heel belangrijk. Maak je schouder net even wat eleganter. Dat je er veel rouline in hebt, dus zeg maar schoudervulling, dat maakt het pak een heel robuust, heel lomp. En nu is het een mooie elegante schouder, het volgt een natuurlijke eigen schouder. Overslag, dus double breasted. Ja, het is wat klassieker in principe, het is niet een alledaags pak. Maar doordat het een overslag heeft, houdt het ook weer meer warmte vast, dus perfect voor de winter. Nou, opgestikte zakjes, maak het net even iets nonchalanter. Nou, de schoenen die ik aan heb zijn ook van Suitsupply, loafers, kalsleer. Ja, als details een Omega horloge, goud ringetje en een das van Profomo. Shirt, ook Profomo, wit, altijd goed, mooi contrast met het blauwe van het pak. En het is een krijtstreeppak, het is ook niet alledaags. Dus ik zou het niet aanbevelen als basispak, maar voor de bij is het echt top. Ik heb trouwens nog een leuk tip, of misschien is het eerder een leuk weetje. Vroeger besteedde ik echt duizenden euro's aan bepaalde merken als ik een pak moest hebben. Wel echt mooi kleermakerschap, dus wel echt veel handwerk, mooie stofjes. En ja, echt die details die ik net benoemde, met die soft shoulders, hand ingezette plooitjes en zo. Maar tegenwoordig koop ik dus voor misschien wel 1000 euro per pak minder, bijna dezelfde kwaliteit. Dat pak wat ik nu aan heb, is ook iets van 350 euro of zo. Maar kijk, die pasvorm is gewoon perfect en het oogt, ja, weet ik veel, voor een leek oogt het gewoon als een pak van 1000 euro misschien, misschien wel meer. Maar ja, dat is gewoon Suitsupply dus. Die produceren goedkoper, dat ze alles zelf doen. Er zit minder handwerk in misschien, maar ja, qua uitstraling heb je gewoon hetzelfde idee. Wat trouwens ook nog een ander leuk beetje is dat dit stofje van het pak van Vitale Barberis is, dat is een Italiaanse wever. En die pakken waar ik het zojuist over had, die dus duizenden euro's duurder waren dan dit pak, ja, die gebruiken ook stoffen gewoon van Vitale Barberis. Dus ja, je hebt de stof, je hebt de details van de duurdere pakken. En dat scheelt je gewoon 1000 euro of meer. Dus ik heb er wel van geleerd, moet ik zeggen. Ja, wat ik dus bedoel met daar heb ik van geleerd. Kijk, dat gevoel voor stijl is net zoals trainen en voeding. Je moet gewoon vallen en opstaan. Het is niet iets wat je in één keer hebt. Je moet er gewoon dingen uit gaan proberen. Ja, de ene keer wordt het wel wat, de andere keer wordt het niks. En uiteindelijk kom je gewoon tot de stijl die je nu hebt. Het is een soort ontwikkeling die je moet doorgaan. Net als met voeding, je moet gewoon leren wat wel en niet werkt voor jouw lichaam. En ook met training, wat wel en niet werkt voor jouw lichaam. En hetzelfde als met kleding. Je moet leren wat de juiste pasvorm is, welke kleuren je goed staan, hoe je kan combineren. Verschillende materialen en kleuren. En dan ga je gewoon mee leren werken, zeg maar. En uiteindelijk kom je dan tot een bepaalde stijl die jou past en waar je goed bij voelt. Dus dat is eigenlijk wat ik er ook mee bedoelde met ik heb ervan geleerd. Het is gewoon echt een proces. Een levensproces. Maar ik begin wel echt honger te krijgen nu, dus we gaan lekker eten. Mocht jullie deze video leuk hebben gevonden en jullie meer video's zien, vergeet je dan absoluut niet te abonneren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet ook vooral niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Dus tot de volgende video.